Dit is Marly. En Marly is familie van Mike. Ja, dit lijkt me heel handig. Je bent zo'n lekkere poppie. Ik ga dus een kittenhuis bouwen. Ben je een huis aan het bouwen en dan vindt Marly dit het leukst. Het is natuurlijk nog een beetje kaal. Er moet nog een interieur in. Wat ruik ik trouwens? Is dat verse vis? Oh nee. Marly is alvast begonnen met het afbreken. Motherfuckers wanna get famous. Bust guns to get dangerous, dangerous. Graduated from Cambridge, yeah. Money talks and everything. Ik heb een heel leuk nieuwtje. Kijk. Hallo. Dit is Marly. Marly is helaas niet van mij. Ze is van mijn huisgenoot. En Marly is familie van Mike. Mike is de oom, geloof ik. Oud-oom, overoom. Ik weet het niet. Oh, wat ga je doen? Ja, dit lijkt me heel handig. En aangezien Marly de nieuwe bewoonster is hier, leek het me een goed idee om voor Marly een eigen plekje te maken. Een eigen kittenhuis. Oh, maar dit is toch niet de handige plek? Nee joh, dit is toch helemaal niet handig. We gaan dus even kijken wat Marly allemaal nodig heeft voor de interieur. En dan uiteindelijk mag Marly het huis natuurlijk keuren. Je bent zo'n lekkere poepie. En als je je afvraagt waarom Mike er zo fashionable uitziet, dat komt natuurlijk door mij. Ik ga dus een kittenhuis bouwen. En als basis heb ik daarvoor deze oude verhuisdoos genomen. Hij zit nog niet aan elkaar, dus ik ga hem eerst even vasttapen, zodat hij niet meer uit elkaar kan vallen. Hihi, maar zullen we eens aan het kijken? Nou, Marly vindt het nu al interessant. Ik denk dat dit de perfecte basis is voor mijn huis. Misschien kan ik er wel een dakje op maken. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Zou jij hier wel willen wonen? O jee, ik denk dat Marly concurrentie heeft. Nou, ga jij maar vast niet wonen. Deze ga ik eraf, hè Mike? Vind je dat een goed idee? Kijk, dat is toch leuk? Ik denk dat ik hem aan één kant vastplak, zodat ik hem ook nog open kan doen. Tadaa! Oké, ik vind het al wel echt een heel goed huis worden. Ik wil er alleen nog ramen in. Oh ja, kijk, dan ben je een huis aan het bouwen en dan vindt Marly dit het leukst. De grote vorm van het huis is nu af, maar nu is het natuurlijk tijd voor de wanden en voor de vloer. En daarvoor heb ik een leuk vloerbedekkentje uitgekozen. En de muren worden bekleed met dit fantastische behangetje. Behangetje! Oeh, vlieggevaar. Oh, Marly. Nu even de vloerbedekking. Okay. Kom maar binnen hoor. Wat jouw huisje. Oh nee, help. Help, ik word aangevallen. Vooralsnog is het huis goedgekeurd door de katten, maar het is natuurlijk nog een beetje kaal. Er moet nog een interieur in. En ik heb daarvoor wat meubilair opgeschammeld. Ik zal het er even bij pakken. Allereerst heeft Marly natuurlijk een bedje nodig. Dus ik heb dit fantastische bondje als bedje. In bed horen natuurlijk ook lekkere kussens. Dus ik heb speciaal een heel mooi kattenkussen voor Marly. Ook een Burberry kussentje. Oh nee. Ik heb ook wat meubels voor in het huis. Een mooie roze bank en een stoel. Voor op de vloer heb ik een mooi hermelijnen vloerkleedje. Als Marly zich verveelt, dan kan ze lekker tv kijken. Marly is natuurlijk een echte fashionista, dus een mooie passpiegel kan niet ontbreken in dit huis. Voor wat sfeer, een leuke plant. Om te zorgen dat Marly niet alleen is, heb ik ook gezorgd voor gezelschap. Zo heb ik hier dit hele schattige hondje. Een kattenhuis zou geen kattenhuis zijn zonder blikjes vis, blikje kreeft, krabsoep en natuurlijk melk, want katten houden van melk. De voedingspakjes, eentje voor water en eentje voor de brokjes. Een vis, want die hoort in een kattenhuis. Ik wou ook nog wat kunst aan de muur, dus ik heb deze leuke schilderijtjes. En dit is mijn oude hond, dus dat lijkt me wel een mooi portret voor aan de muur. Als het donker wordt, heb ik ook nog wat verlichting geregeld. Mijn kattenhuis is af. Ik denk dat het tijd is om de gelukkige kitten erbij te halen. De Mike en Marly Show. Wow. Hallo, ik ben Marly en dit is mijn huisje. Ik kom eigenlijk altijd via het raam naar binnen. Want waarom zou ik door de deur gaan als het raam ook kan? Kijk, ik heb mijn huis heel mooi ingericht. Oh, wat zie ik er eigenlijk goed uit vandaag. Ik heb mijn haar speciaal gekamd omdat jullie op bezoek kwamen. Dat is echt heel mooi. Oh nee, dat is de boze buurman Mike. Oh, die is altijd heel gemeen. Snel wegwezen. Graag nou het. Dat is nog eens een mooi huisje. Oh, het mag ook wel wat kosten, zie ik. Is dat een echt Burberry kussen? Jeetje. Nou, dat heb ik thuis niet hoor, zulke mooie dingen. Hey, wat ruik ik trouwens? Is er verse vis? Krabsoep? Ik ruik krabsoep. Nou, Krapsoep, dit heb ik nooit. Ik heb altijd alleen maar droge brokken. Buurman, gaat alsjeblieft weg. Ja, het is mijn huisje. Hey, schaminkel. Het is mijn huisje. Nou, buurman. Ja. Altijd hetzelfde gezeik met dat kleine mormel. Zo, ik zit hier even lekker te genieten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even lekker in het bedje liggen hier. Zo, die kun je krijgen. Lekker met mijn Burberry kussen. Hoho, met een lekker kussen. Weet je wat ik ook ga doen? Ik ga mezelf eens even lekker zitten wassen hier. Zo. Oh god, dan zou je er weer hebben. Oh Mike, we zijn toch familie? We kunnen dit toch samen oplossen? Ja. Ik wil gewoon heel graag jullie mijn huisje. Oké, ik ga al weg. Rustig aan, zeg. Je hoeft er me niet uit te duwen. Hey, wat is dit? Is dit een camera? Heb je daar wat toestemming voor? Nou, volgens mij niet hoor. Nee, ik teken nergens voor. De groeten. Dit was de Mike en Marly Show. Doei. Nou, ik durf toch wel te zeggen dat dit kattenhuis zeer geslaagd is. Katten zijn er erg blij mee. Het is niet alleen een kittenhuis. Het is denk ik vooral een huis voor Mike. Dit is jouw huisje, Marly. Oh nee. Marly is alvast begonnen met het afbreken. Vond je dit nou een superleuke video? Like hem dan even. En heb je nou nog een leuk idee wat ik voor de kitten kan maken? Of ben je benieuwd hoe de soap afloopt? Laat het me dan vooral even weten in de comment. En vergeet natuurlijk vooral niet te abonneren. En volgende week ben ik er gewoon weer. Doei. Tot volgende week! Oh, ik ga nooit zulke lekkere brokjes. Oh Willem, wat doe je hier nou? Dit zijn niet jouw brokjes. Jouw Lido-brokjes staan in de keuken. Weet je wel, die vieze, die droge. Deze zijn niet van jou. Nou ja, dan moet je het zelf ook maar weten hoor. Ik doe hier niet aan mee. Zo lekker, ik kan niet stoppen.